Vanuit een warm en zonnig Den Haag vandaag iets kouds en duisters. Ik ga namelijk mee op een stadswandeling. En niet zomaar een stadswandeling, deze is niet terug te vinden in de VVV-boekjes. We gaan duister Den Haag ontdekken. Plekken waar moordenaars hebben gewoond, executies hebben plaatsgevonden en huizen waar het zelfs schijnt te spoken. Ik ben benieuwd. Van mijn gids Patrick krijg ik het ene na het andere lugubere verhaal te horen, terwijl we kriskras door het centrum van Den Haag lopen. Zo is er de tragische geschiedenis van de gebroeders De Wit en schijnt het spook van Aleid van Poelgeest nog steeds rond te waren. Ook komen we langs de oudste gevangenis van Den Haag, de Gevangenpoort, waar je als toerist tegenwoordig naar binnen kunt. In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje. Leuk kinderliedje, niet? Helaas werd Jantje op zijn 15e bruut vermoord. Hey Patrick, je hebt mij nu een aantal behoorlijk lugubere verhalen verteld. Maar wat is nou eigenlijk jouw doel van deze wandeling? Ten eerste om mensen gewoon een leuke avond, lugubere avond te verzorgen. Ja. En als ze dan een keer door de stad lopen met vrienden. Dus ze komen langs een plek waar ze met mij gelopen hebben. Dat ze zeggen, hé, daar weet ik wat over. En dan kunnen ze het verhaaltje zelf ook door vertellen. Hey, wil jij nu ook zo'n stadswandeling? Ga dan naar www.duisterdenhaag.com en wie weet kun je heel snel deze fantastische wandeling meemaken. Tot de volgende keer. Hahaha.